Cappuccino of een kopje gewone koffie? Cappuccino. Hoe lang wonen jullie al in Zuilen? Ik 12 jaar. En ik 8 jaar. Komen jullie hier uit de buurt ook of zijn jullie hier toevallig terecht? Ik ben in Utrecht geboren en ik heb ook mijn opleiding in Utrecht gedaan. Maar wel in de Betuwe opgegroeid. Mm-hmm. En uiteindelijk er toch voor gekozen om weer in Utrecht te gaan wonen. Wat is nou een heel bijzonder, hè? De Roderick Doe, die wordt in een museum destilleerderij gemaakt en in hele kleine oplagen verkocht in Schotland, op één plek in de wereld. Die is verder nergens verkrijgbaar. Dus dat is op zich een hele bijzondere. Er staat een whisky uit India bij, maar ook een whisky uit Nederland. Een Millstone, Schotse whiskies, Japanse whisky, Amerikaanse whiskies. En wanneer ben je begonnen met deze hobby? Ik denk een jaar of 8, 9 geleden een flesje gekregen voor een verjaardag. En dat vond ik wel lekker, dus met een paar vrienden nog een flesje gekocht. En nou, dat was wel leuk. Op een gegeven moment zeiden mensen, hey, jij bent whiskyliefhebber, hè? Want ik zie 4 flessen staan. Hier heb ik een mooi flesje voor je. Nou, toen ben ik me er wat meer in gaan verdiepen, wat boeken gelezen. Heel veel gehoord en gezien over whisky en steeds meer van de whisky gaan houden. Beneden zie je de Laphroaig staan, dat is mijn favoriet. 10 jaar oud, dat is mijn favoriet omdat hij erg rokerig is en een klein beetje jodium heeft. Poes is ook gek op whisky trouwens. Die krijgt af en toe ook een slokje. Ja, nou, af en toe. Dat is de grootste verbruiker hier. Daarom is ze altijd zo vrolijk. Brenda, we zagen net dat je eigen bedrijf hebt. Kun je daar een beetje over vertellen? Slimgewicht is dat. Daarbij begeleid ik mensen met overgewicht om te helpen afvallen. En ze vooral te leren over voeding en hoe ze dat kunnen doen. En dat is ontstaan omdat ik zelf heel erg dik ben geweest. Ik ben heel erg aan het vechten ben geweest tegen de kilo's. Uiteindelijk is het me gelukt. En ben ik heel veel gaan lezen en gaan leren. En op een gegeven moment had ik zoiets van, weet je, als ik het kan, dan moet een ander dat ook kunnen. En ik wil het goede gevoel wat ik nu heb, wil ik met anderen delen. En zo ben ik er eigenlijk ingerold om een bedrijfje te beginnen. En hoeveel mensen begeleid je ongeveer? Nu zijn het er om en nabij 30. In december en in januari krijg je altijd weer een hoop nieuwe aanmeldingen. Dus dat is altijd leuk. Ja, en het leukste eraan is gewoon om de mensen te zien opbloeien. En ze komen toch altijd een beetje met een negatief gevoel over zichzelf bij mij. En ze willen graag afvallen en zich beter voelen. En dat zie je dan ook gebeuren door de weken heen. En op een gegeven moment komen ze echt met een glimlach binnen en zijn ze helemaal tevreden. En dat is vooral hetgeen wat ik er heel erg aan leuk vind. Gewoon de energie die dat geeft, dat is heerlijk. En help je ze hier beneden of heb je een aparte ruimte? Ze hebben een slaapkamer omgebouwd, om maar zo te zeggen, tot een praktijk waar ik de mensen ontvang. Ja, een gezellig kantoor, toch? Ja. Ik heb nog een kunstenares uit Lervershoofd. Mm-hmm. Die maakt allemaal big ladies. Ja. Yeah. Dus ik heb haar een kleine big lady laten maken die op een weegschaal staat. Komen mensen ook wel eens met z'n tweeën? Dat je 2 stoelen hebt? Ja, wat dat betreft, dat zou kunnen. Dat mag altijd. Je vertelde net, hè, dat je door je eigen ervaring daarmee begonnen bent. Kun je ons vertellen hoe dat gegaan is? Ik heb eigenlijk allemaal verschillende methodes geprobeerd. Er zijn natuurlijk een heleboel boeken zijn er op de markt en een heleboel dingen die worden aangeboden. Maar het allerbelangrijkste is dat je hetgeen vindt wat bij jou past, bij jouw leefomgeving, bij jouw leefstijl, bij jouw lichaam. En dat is ook wat ik de mensen altijd meegeef en waar we naartoe op zoek gaan. Dus niet iedereen heeft een standaard formule. Ik moet me even oriënteren. Waar zitten we ook alweer? We zitten nu daar. Ja. Nou, ik zou zeggen de Zweden van Zuilenweg. Het is een leuke straat, oude huisjes, hoop leuke winkeltjes. Ja, nou helemaal goed. Restaurantje. Dan gaan we daarheen. De volgende keer.